Dan kunnen wij doorlopen. Ja, er was iemand die had zijn been gebroken. Ja, dat was iemand. Hij is ook niet thuis, of vindt het ook? Ja, weet u wat er hier aan de hand is, mevrouw? Ja, ik hoorde dus van de Rabobank de pinautomaat het afbreken waren. En toen is er een gaslek aan het staan. En u woont hier in de buurt? Ja, daar zo. En iedereen moest, iedereen moest eruit, ja. En nu maar wachten dus, hè? Ja, ja. Dat is een pinautomaat hebben ze vanmorgen weggehaald. En die hebben ze in zijn geheel meegenomen. Maar dan zaten er nog heipalen in de grond. En die hebben ze eruit gehaald. Die kraan die er staat, weet je wel, die was daarmee bezig. Op een gegeven moment zeg ik, dat ding dat staat allemaal te draaien en er zit geen man in. En die mannen die erbij horen, die staan er een eind verder te praten. Ik zeg, wat er aan de hand is, weet ik niet. Toen liep ik dan naar buiten en toen vroeg ik dan niet. En toen zeiden ze dan dat er een gaslek was. En die maakte zoveel herrie dat ik dacht, echt. Ik wist niet wat ik hoorde. En op een gegeven moment zag ik ook allemaal. Ja, toen zaten we nog binnen dan. En ik zeg tegen mijn vrouw, kijk, allemaal stofwolkjes. Maar ja, van achteren bekeken was het ontsnappend gas. Vanmorgen om rond 11 uur kregen we melding van een gaslek. Het blijkt dat tijdens werkzaamheden er gestoten is op een gaslek of op een gasleiding. Dat resulteerde in een enorme gaslucht. Dat werd al heel snel een grip 1 situatie. Dat betekent dus dat er meerdere hulpdiensten te plaatsen komen. We hebben dan te maken met een brandweer, een politie en een geneeskundige dienst. We hebben heel snel besloten om een aantal woningen, in dit geval waren dat 10, te ontruimen. En de bewoners hebben we tijdelijk even ondergebracht in de brandweerkazerne hier in de buurt. Inmiddels is het weer afgeschaald naar grip 0, zo heet dat zo mooi. Dat betekent dus dat het gevaar geweken is. De leiding is gerepareerd en de bewoners kunnen inmiddels weer terug naar hun woning. Kun je naar de U heeft moeten evacueren, hè? Wat is hier gebeurd? Nou, blijkbaar een gaslek van een hoofdleiding of zo. En ik kwam in Brugge vandaan en ik kom thuis en ik werd opgehouden onderweg. Ik kon niet zo rechtstreeks naar huis. Via een omweg ben ik naar huis gegaan. En ik kon aanvankelijk hier blijven. En toen kwam later de politieagent en zei, u moet hier weg, want de wind is gedraaid, want die stond eerst de andere kant op. Dus ja, toen zijn we geëvacueerd en hebben we in de brandweergarage gezeten. Daar zijn we uitstekend ontvangen. En vond u het eng? Kun je er iets over vertellen? Nou, eng niet eigenlijk. Het was allemaal onverwachts. Dus, sensatie? Ja, het was een beetje sensatie, maar ja. Het was niet de eerste keer geloof ik, hè, hier? Nee, 95 meen ik dat het ook al een keer gebeurd is. Hè? Ja. Maar dat was niet zo'n grote lek als deze leiding. En u woont hierachter? Ja, hier woonden wij. Ja. U mag nu lekker weer terug naar de poes. Ja, gelukkig wel. Ja, die zit op ons te wachten.